Vandaag hebben we het in onze showbiz-update over Kathleen Aerts en enkele opvallende gasten in haar guesthouse. Tien om te zien keert deze zomer terug. André Hazes viert zijn verjaardag en Meatloaf is overleden. Kathleen Aerts opende samen met haar gezin hun guesthouse Droom in Zuid-Afrika. Gisteren mocht ze daar enkele bijzondere gasten ontvangen. Hoog bezoek in Droom, schrijft ze op Instagram. Op de foto is ze te zien naast Piet Huizendruid en twee andere chefkoks. Dat zal ongetwijfeld een smakelijke avond zijn geweest. Vanochtend kregen we fantastisch nieuws te horen. Iedereen, inclusief Willy Sommers en Anna de Baatselier, hoopten erop. Tien om te zien keert terug. En deze keer niet eenmalig, maar 8 weken lang. Op de Zeedijk van Middelkerken zullen artiesten deze zomer dus weer een podium krijgen. En wie Tien om te zien zegt, zegt natuurlijk ook Willy en Anne. Ook zij zullen er uiteraard weer bij zijn. André Hazes viert vandaag zijn 28e verjaardag. En ondanks het moeilijke jaar dat hij achter de rug heeft, staan zijn familie en vrienden nog steeds als een blok achter hem. Zo delen zijn ex Monique Westenberg en zijn moeder Rachel Hazes een verjaardagsboodschap voor hem. Beiden zijn ondanks alle moeilijkheden heel trots op hem. En dan nog droevig nieuws over de Amerikaanse rockzanger en acteur Meatloaf. Zijn familie maakte bekend op Facebook dat hij overleden is. Onze harten zijn gebroken om aan te kondigen dat de onvergelijkbare Meatloaf vanavond is overleden, met zijn vrouw Deborah aan zijn zijde. Dochters Pearl en Amanda en goede vrienden zijn de afgelopen 24 uur bij hem geweest, klinkt het. 6 decennia lang stond Meatloaf aan de top van de rockmuziek. Hij verkocht meer dan 100 miljoen albums wereldwijd, maar schitterde ook in meer dan 65 films, waaronder de iconische film Fight Club en Rocky Horror Picture Show. Bij deze ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste showbiznieuws. Volgende week zien we elkaar weer voor de nieuwste updates. Ondertussen houden we je altijd op de hoogte via onze app en op onze website.